Niet elke student houdt van studeren. Van het zoeken in plaatsen, in boeken, en het bestuderen van grafieken en statistieken uit elkaar blazen. Maar deze student wel. Deze student was dol op de theorieën en de analyses en de cijfertjes in de tabellen en de gegevens. Om daar dan uit te halen hoe dat de echte wereld in elkaar zat. Ja, dat vond ze geweldig. En daar was ze ook goed in. Ja. De student woonde in een beetje een bijzondere straat. Want aan de ene kant waren er allemaal mooie huizen met geraniums aan de balkonnen. Aan de andere kant waren er eigenlijk een groot sociaal woonblok dat al oud was en afgeleefd. Nu, op een dag krijgt de student een berichtje op haar gsm. Dat zegt, tot vanavond. En het is verstuurd door een goede gedachte. Maar ze kent helemaal niemand met een account een goede gedachte. En als ze het ook navraagt bij haar vriendinnen, niemand kent het. Het berichtje heeft een foto van een zwart houten kistje met een wit kruis erop. Dat vindt ze wat liguber. Maar ze denkt er eigenlijk ook niet te lang bij over na, want ze heeft nog een dikke cursus maatschappijkritiek te studeren. En daar zit ze een behoorlijk eindje aan. Maar het gaat goed. En tegen de avond heeft ze het grootste deel gedaan. En dan staat ze aan haar balkon wat te kijken naar de overkant van de straat. Daar brandt het licht en daar ziet ze een ziek kind aan het raam zitten. En een moeder met afhangende schouders die daar druk in de weer is. Het is duidelijk dat het daar niet goed gaat, dat de mensen arm zijn en dat het kind echt ziek is en dat de moeder echt moe is. En de student denkt, zou ik nu niet iets kunnen doen? Zou ik niet iets kunnen doen voor die mensen aan de overkant? En zouden mijn buren niet ook iets kunnen doen voor de buren daar aan de overkant? Goh, en stel dat iedereen dat nu zou doen, dan zou de wereld toch een mooiere plek zijn. Ping! Een berichtje op haar gsm. Van een goede gedachte. Hier ben ik, staat er. Allee, dit is toch raar? Bewijs maar dat je een goede gedachte bent. Dat je iets kunt doen in deze wereld. En ze verstuurt het. Ping! Direct een berichtje terug. Oké, wat moet ik doen om het te bewijzen dat ik hier ben en iets nuttig kan doen? Ja, wat kan ze doen? Een goede gedachte. Een student kijkt rond en haar oog valt op een oude kast die bij haar in de kamer staat. Doe die oude kast van mijn tante, zaag maar weg. Als het maar eens laat zien. Ping! Is al gebeurd. De student kijkt naar de kast in haar kamer. En die is nog altijd die kast. Maar terwijl ze kijkt, is het toch alsof dat ze een soort gouden gloed krijgt. De gloed van de herinneringen aan al die keren dat ze bij haar tante logeerde in dat drukke gezin waar ze arm waren, maar waar iedereen wel voor elkaar zorgde. Maar ze veegt die gedachte weg. Het is toch nog dezelfde kast. En die mensen aan de overkant, die gaan ook nog altijd arm zijn. Om het even wat dat ik voor hen doe. De dag daarna trekt ze een foto van haar straat. Met de mooie gebouwen aan de ene kant en het woonblok aan de andere kant.
En thuis op haar computer tekent ze daar een lijn tussen. Als een kabelbaan. Met Photoshop zet ze daar een mandje aan met groenten en wat fruit in. En dat zet ze zo op sociale media. En ze zet erbij, gisteren had ik een goede gedachte. Als ik iets voor mijn overburen doe en mijn buren iets voor mijn overburen doen, dan krijgen we dit. En ze zet het online. Ze krijgt er redelijk veel reacties op. Veel cynische reacties, veel grappige. Dus de dag daarna maakt ze nog zo foto's. Deze keer hangt ze aan de draad een grote skilift. En daar steekt ze dan een heel lange braadworst in, zodat het eruit steekt aan de voorkant. En dat zet ze terug online. Terug allemaal reactietjes. Ja, ze vindt dat wel heel tof, hè? Ze heeft nog nooit zoveel reacties gehad. Dus de dag daarna, dan heeft ze het gevonden, hè? Dus dan aan de draad hangt ze zo een foto van zo'n heks van in de Eftelingzaal. En dan laat ze de mensen stemmen of dat de heks zo moet gaan, of dat het logischer zou zijn, moet de heks zo gaan. En dit komt echt superveel reactie. Allee, ze vindt het echt geweldig. En ze staat ervan te genieten en haar reacties te lezen. Een keer een beetje later op haar balkon. En dan staat ze uit te kijken op dat sociaal woonblok aan de andere kant. En dan ziet ze een grote zwarte auto voorrijden. Het is een begrafeniswagen. En uit het woonblok wordt een kist buiten gedragen, een redelijk klein kistje, een zwart met een wit houten kruis erop. En naast dat kistje staat de moeder te huilen, de moeder met de afhangende schouders. En daar hielp de statistiek niet tegen.